Hoi, ik ben Thomasing, beursbox.nl. Oekraïne. Nou, normaal gesproken wil ik vooral komen op het moment dat er iets is. Als er echt een wijziging is, dan zeg ik van nou, dit is het. Want ik wil niet een journaal worden wat iedere dag Oekraïne brengt. Want ik wil wat kunnen brengen. Nou, op dit moment moet ik eerlijk zeggen, er is niet zoveel. Maar ik doe toch even een video, omdat het wel belangrijk is dat er niet zoveel is. Nou, als we gaan kijken bij het front in het noordoosten, dan zien we dat er hier rust is ontstaan. De grote aanval van de Russen was hier. Daar is het nu vanuit de Russen helemaal stil. Ze doen hierboven nog wel iets van een poging. En ze doen hier nog steeds pogingen. En deze pogingen zijn tot nu toe helemaal kansloos gebleken. Hier was het dus even gelukt. Maar toen Oekraïne wat reserves aansprak, toen was het hier ook over. Dus dit stukje is nog wel in bezit van de Russen. Dat was het eerst niet. Hier loopt een riviertje en ze zitten nu wel aan de verkeerde kant voor de rivier voor de Oekraïners. Dus dat is eventjes een punt. Als we dan kijken bij Bakhmut, dan is het eigenlijk zo dat een week geleden zaten ze nog op deze hoogte, de Oekraïners. Ze zitten nu op deze hoogte. Ze liggen hier van die heuvelruggen. En ja, je ziet dat ze één heuvelrug op zijn geschoven. Bakhmut ligt hier. Er is nog lang geen sprake van een omsingeling van Bakhmut. Het enige wat nu wel het geval is, is dat de Oekraïners een behoorlijk overzicht over Bakhmut hebben. En dus wel de soldaten die hier liggen, de Russische soldaten, ja, ook daar aan het uithongeren zijn. Maar er is hier geen sprake van een omsingeling fysiek. Het is meer met artillerie dat het redelijk omsingeld is. Dat Oekraïne de toegangswegen behoorlijk weet te bereiken. Dus, nou, dat is dan eigenlijk het Bakhmut gedeelte. Kijken we naar het zuiden. Ja, we zien hier ook even wat aanvallen. Dit is ook even iets waar de Russen bezig zijn. Hier proberen ze al meer dan een jaar Avdiivka te veroveren. Dat lukt maar niet, nog steeds niet. Gaat ook denk ik niet gelukken ook nog. Maar hier zien we eigenlijk weinig gebeuren. Als we dan gaan kijken naar de tijd. Even. En dan is hier 26 juli. Ja, dat is toch al een week geleden. 27. 29 en dat is 30 de laatste volgens mij. Oh nee, 1-8 zelfs. Je ziet wel iets beweging, maar het is nog steeds heel erg weinig. Het slopen van de Russen is nog steeds bezig op afstand. En ja, het verplaatsen van het front, ja, dat is eigenlijk nog niet een prioriteit, lijkt wel, voor Oekraïne. En ze zijn daar voorzichtig mee. En ja, het punt is natuurlijk, Oekraïne weet dat ze gewoon voorzichtig met mensen moeten zijn, maar ook voorzichtig met materiaal moeten zijn. En dat maakt ze misschien wel te voorzichtig. Wat er is gebeurd, hier loopt een spoorlijn. En die spoorlijn gaat hier over een meer en hier over een meer. En hier is die spoorbrug is volledig vernietigd. Althans volledig. Hij is in ieder geval zo kapot dat er geen trein meer overheen kan. Dat betekent nogal wat, want het houdt eigenlijk in dat de Russen nu wel met een trein nog deze kant op kunnen, maar niet meer hierheen. Dus alles wat hier ligt moet nu vanaf hier worden bevoorraad of met vrachtwagens vanuit de Krim. Dus die uithongering van de soldaten die hier liggen, die is nog steeds bezig. En ik had een week geleden gezegd van nou, een week of vijf, dan begint het toch wel paniek te worden bij de Russen. Dat blijf ik nog wel vinden. Ik denk dat dat zo is. De Russen hebben eigenlijk heel veel materiaal naar het zuiden, hier naar Noord de Krim gestuurd. Omdat het daar veilig was. Nou, en wat je dus nu ziet is dat het eigenlijk achter die brug ligt en er niet mee heen gebracht kan worden. Dus dat is nog vervelender voor de soldaten die hier liggen. Voedsel, wapens, munitie. Het is echt heel moeilijk om het uit te krijgen, want het moet hier vandaan over land komen. En dat is geen veilige route. Het is een langzame route. Over de Krim is eigenlijk bijna niet meer te doen. Maar het gebeurt nog wel. Maar dan vervolgens loopt het hier stuk. Moet het met vrachtwagens verder. En ja, dat gaat allemaal moeizaam. Dus wat dat betreft is het een strategisch goede zet geweest van Oekraïne. Eigenlijk is het nu ook zo dat Oekraïne hier die brug, de Krimbrug,
dat ze die volledig moeten proberen te vernietigen. Maar of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen, dat is eventjes de vraag. Ze hebben nu de Russen al een flinke pijn gegeven door die brug gedeeltelijk te vernietigen. Maar eigenlijk zou de spoorlijn helemaal kapot moeten. Aan de andere kant is het nu zo, je ziet hier het spoor lopen. Dat spoor loopt tot aan het front en gaat niet daarheen. Dus het is wel dat de trein tot hier ergens kan komen, maar dan moet het alsnog overgeladen worden. En dat is een gevaarlijk punt voor de Russen. Dus in feite hoeft die niet helemaal kapot. Aan de andere kant, dat zou denk ik het nog mooier maken voor Oekraïne. En nog moeilijker voor Rusland. Dan kreeg ik commentaar van iemand die zei van ja, maar voordat die brug er was, wist Rusland dit ook te bevoorraden. Nou, die brug is er niet voor niks komen en niet voor niks zo snel. Alles is erop gezet om die brug zo snel mogelijk te krijgen, want het lukte dus niet. Oekraïne kon niet voorzien worden. En dit is een oorlog. In een oorlog wordt er veel meer verbruikt. Er zijn soldaten, er is munitie nodig, dus er moet veel meer worden verbruikt. Dus die brug is gewoon keihard nodig om dit te bevoorraden. Het is ook niet voor niks dat ze die landbrug wilden hebben, want zelfs met die brug was het moeilijk. En die landbrug die gaf niet alleen een extra route, maar ook water. Nou, dat water is ook al over, dat is hun eigen schuld, maar goed, het water is ook al over. De brug is kapot. Dit wordt echt een heel moeilijk verhaal. Maar voor Oekraïne is het eerst zaak om dit hier te veroveren, het zuiden. En als ze ergens een kans hebben, dan is het hier, maar makkelijk is het niet. Ik denk zelf dat de meeste kans hier ligt. Ondanks dat ze de rivier over moeten. Misschien wel juist omdat ze de rivier over moeten. Want je ziet het, hier liggen een aantal soldaten. En dat is hier veel minder dan dat het hier is. Het betekent ook, deze zijn heel slecht bevoorraad. Als je die rivier echt overkomt en een brughoofd weet te vestigen, dan heb je ook weinig tegenstand. En het is echt fantastisch als je bij de zee kan komen, zodat die soldaten ook niet meer bevoorraad kunnen worden vanuit de Krim. Dus ja, als ik Oekraïne in het legertop zou zitten, dan zou ik toch hiernaar kijken. Maar goed, dat ben ik en ik heb er geen verstand van, zullen we zeggen. Maar ik denk dat er hier kansen liggen, omdat die bevoorrading steeds slechter wordt. Maar nog steeds zeker een maand wachten vanwege het feit dat die bevoorrading zo slecht is dat die soldaten in problemen komen. En wat ik nog steeds niet begrijp, die Russische soldaten krijgen bijna geen betaling. Alles wat ze beloofd is, wordt niet waargemaakt. En toch vechten ze. Kijk, bij ons, in ons leger, als het loon niet over is gemaakt, dan is het, ik kom weer terug als het loon er weer is. Daar niet. Die mensen die worden gewoon het land daarheen gestuurd. Je moet je eigen wapen kopen, je moet je eigen uniform kopen, je eigen vest kopen. En je moet je eigen drank en eten kopen. Je krijgt geen loon of te weinig loon. Beloftes worden niet nagaan en nog vechten ze. Nou, ik heb daar wel, ja, in die zin, eerbied wil ik niet zeggen, maar ja, ik vind het wel heel goed van ze dat ze dat doen. Ik bedoel, dat is een inzet die vanuit Nederland, hè, Nederlandse soldaten, niet zo snel zou komen als je zo behandeld wordt. En zoiets van, ja, bekijk het maar. Die Russen, ja, boeit het wel. Ze zijn er wel boos over, maar dat betekent niet dat ze stoppen met vechten. En dat is echt opmerkelijk. Bij Oekraïne loopt het wel wat beter. Die zijn gemotiveerder. Maar Oekraïne is als land zijnde veel voorzichtiger met zo'n soldaten. En dat maakt dus dat, ja, eigenlijk die doorbraak in het zuiden er gewoon nog niet komt. En ja, misschien is dat ook wel terecht, omdat je dus moet wachten totdat het echt een crisissituatie voor de soldaten hier wordt. Ik denk dat dat niet onverstandig is. Dat je nu wel wat proefaanvallen doet om ook je soldaten wat ervaring te geven. Daar lopen ze behoorlijke bloedneuzen op, die eenheden. En een bloedneus betekent dus dat er doden en gewonden vallen. Maar ik denk dat het wel goed is dat ze dus nu al wat ervaring opdoen, gevechtservaring opdoen. Want die aanval van Oekraïne, die gaat er wel komen. Maar ze hebben nog wat op te lossen. Onder andere die drones van de Russen die zo effectief zijn, dat moeten ze oplossen. Maar ook die mijnenvelden, hoe ga je daar goed doorheen? Want ja, eigenlijk als je nu kijkt naar de Oekraïnse soldaten die gewond raken, heel veel is het vanwege mijnen. Terwijl in het begin van de oorlog was het vooral artillerie. Maar dat gebeurt nu veel minder, want die Russen hebben gewoon veel minder artillerie. Er zijn hier, alleen hier al, de afgelopen 3 maanden zo'n 1000 artilleriestukken kapotgeschoten. Ook hebben ze hier, in dit stuk, ook heel weinig
munitie nog over. Het is niet meer zo zoals in het begin van de oorlog, dat die Russen maar bleven schieten. Die tijd is voorbij. Ze moeten nu ook wat voorzichtiger met munitie worden. Maar ze hebben ook veel minder stukken waarmee ze kunnen schieten. Dus die situatie is echt wel compleet anders geworden. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!